zijn vandaag op de Noordermarkt en we waaien uit onze slip. Het is echt briljant weer. We waaien alle kanten op, maar we hebben er heel veel zin in. En we gaan vandaag leuke mensen zoeken op de Noordermarkt. Hi! We zijn aan het draaien voor Lender TV. Wil jij even meedoen? Het heet, we zien er leuk uit. Oké. Nou, en we komen elkaar wel vaker tegen. Ja, en het ziet er altijd heel mooi uit. Dankjewel. Ja, ik doe altijd heel veel in winterskleding, maar ik zie jou ook altijd heel veel rommelen tussen al die stapels. Deze jas komt ook van de markt. Oh, is het echt? En weet je nog hoeveel je ervoor betaald hebt voor die jas? Ik denk toen gulden. Oh ja, gulden is nog, ja. 25, 35 gulden. Nou, meer kan het niet geweest zijn. Nee. En wat zijn het voor geweldige laarzen? Of is het een broek? Nee, dat is een suède broek. Het is fantastisch. En waar is die broek van? Ik dacht aan de meulenmeester. Oh, leuk! Maar dit om je maandagmorgen te beginnen met deze markt, ja, dat is zo'n cadeautje. Heel erg bedankt voor het meedoen. Heel graag gedaan. Fijn. Heel tot de volgende maandag. Okay, ja, zeker. Dag. Oh, ik vind haar zo'n mooie vrouw. Het is Ans Marcus, hè? Die is natuurlijk heel erg bekende kunstenares. Maar ik kom hier ook al 20 jaar, net als zij, en ziet er altijd mooi uit. En die jas, die fluwelen jas, is gewoon van hier, van de Noordermarkt. Het is toch geweldig? Hele leuke jongen gevonden. Wat zie je er leuk uit? Nou, dankjewel. Wat heb je allemaal aan? Verschillende items. Waar is dit van? Want ik vind het enig. People of the Labyrinth. Oh, is het echt waar? Ja. Oh, wat hilarisch. Dat had ik nooit verwacht. Ik vind het altijd heel lelijk, maar dit is echt enig. Ja, het is zeker van People of the Labyrinth. Heb je het in de winkel gekocht? Nee, tweedehands ergens in Groningen. Oh, dus je hebt er niet heel veel van. Maar het is een duur merk, toch? Oorspronkelijk wel. Maar bij jou staat het fantastisch. Ligt er ook aan hoe je het combineert. Nou, dat is het. Waar is de broek van? Van de H&M. Ah, lekker. Weet je nog wat je daarvoor betaald hebt? Tientje. Oh, dit is echt niet veel. En die gimpen zijn heerlijk. Jeremy Scott Adidas. Ah, natuurlijk. Jeremy Scott. Ja, deze waren zo rond de 220. Wat heb je gevonden trouwens? Ik zie dat je wat in je hand hebt. Ik weet nog niet of ik het ga kopen. Ik ben bezig met een stylingopdracht. Ja? Oh, leuk. Voor wat? Milkshake Festival. Oh, voor Milkshake. Ik snap dat je celeste bent, want je ziet er hartstikke mooi uit. En je hebt ook allemaal mooie plaatjes. Dank je. Heel erg leuk. Wat fantastisch dat je mee wilde doen. Ach, geen probleem. Nou, fijne dag. Alsjeblieft. Wat een heerlijk type. Wat een leuke jongen zeg. Die trui was aan de People of Labyrinth. Ik vind het nooit zo mooi, maar bij hem stond het echt fantastisch. En zie je me weer. Het ligt eraan hoe je het combineert. Maar ik ben een soort van glitter fetischist. Als het maar glitter is, dan ben ik al tevreden. Ik hou van glitter. Wat ziet u er leuk uit? Oh, ja, ik vind het leuk. Ja, ik heb een kindje bij. Nee, ja, nou, het is mijn kindje. Ja, het is mijn kindje. Het is een blootje. Laten we met die leuke gimpen beginnen. Die heb ik al heel lang. En weet u waar ze gekocht heeft? Ik dacht toen bij... En die zijn weg. Oh, zo lang heeft ze ze al. De winkel is al failliet. Dan had hij meer schoenen moeten kopen. De jurk is van de Zara. Oké. De jas is van de Zara. En neem het tasje is ook leuk. Duur. Oh, van Liebeskind. Oh, dat is een leuk merk. Dat haal ik altijd bij de Bijenkorf. Ja, klopt. Ja. En weet u nog wat hij daarvoor betaald heeft? 849 euro. Ja, zoiets zijn ze meestal. Ja. Maar je doet er wel altijd heel lang mee. Het ziet er fantastisch prachtig uit. Nou, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. En leuk dat u mee wilde doen. Fijne dag. Hoi.